Ja, in het draaiboek staat hier dat we nu een interview hebben met Dark Thrills. Dus, ah, maar eerst staat dat ik even een plaspauze heb. Jullie zijn de eerste act, dus dat is natuurlijk ontzettend spannend, denk ik. Ja, oké. Okay. Nou, gaat het goed voor de rest? Hebben jullie lekker gegeten? Zet hem op. Heel veel plezier. Succes. Jullie mogen naar het toneel, podium. Dank u. Dankjewel. 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 Dit interview verdient een nipkopschijf. Oh, dat lucht op. Dat snap ik. Oh, dat lucht op. Dat was echt wel prettig. Dat snap ik. Ja. Ja. Hoe was het? Fantastisch. Ik kreeg zoveel reactie terug. Ja. En het was een ongelooflijk, een soort van barbecuefeestje. Zo voelde het. Och, wat leuk. Ja, hartstikke warm. Bij mij was het ook heerlijk. Ja, dat zou best. Wat een opluchting. We gaan naar de act. Don't do it. Caca Chanel. I don't worry. Worry don't agree. Things that bother you never you do. Oh, bro. Oh, bro, in it. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having the wonderful time. Joy. Hey! Kijk wat dit met je doet. Ik vind het wel de raarste keer tot nu toe. Ja. Omarm je innerlijke waanzin. Nou. Goed. Dark Thrills. Ja, fantastisch gedaan. Dat is... ik kan er niet echt woorden aan geven. Dus ik ga even naar de jury. Dan. Yeah, interesting start to the show. Crazy and freaky and all of that as usual. I think I was missing a little bit this time. I'm missing my guy over the contortion stuff a little bit because I like more of that. And I like a little more of the whole group going wild. I didn't get the same
intensity that I usually get from you guys on stage. Eerst was het echt maar het geheel en nu is het even en dan is het alleen de messen werpen die super goed is, zeg maar, en ook grensoverschrijdend. En dus dat is in deze tijd altijd prima. Dus ja, dat is ook wel heel lekker om te zien. Dus ja, het is ook wel weer heel spannend. Helder. Edson, we zijn begonnen. Ja, zeker. Hallo, kinderen. Ja, snap je. Goedenavond. Welkom bij Holland's Got Talent. Vaderskant is net afgelopen en nu hebben we dit. Maar ja, ik heb het wel eens de meest complete act genoemd. Normaal zit er ook veel dans in. Maar dat complete miste ik vandaag. Dus het was alleen het messen werpen en dat begon in het begin. Dat ik zelfs dacht, oh ja, kan ik ook. En dat vond ik wel een beetje jammer. Want ja, ik had jullie wel echt in de top gezien. En daar kom ik nu een beetje van terug. Chantal, fascinerend, raar en eng, heb je al wel eens over Dark Thrills gezegd. Ja. Hoe heb je nu gekeken? Ja, ik vond het wel fascinerend, raar en eng. Wel weer, dat valt het wel goed samen. Maar ja, het miste wat elementen, maar ja, het is wel fascinerend. Ja, en het doet wel iets met je. En dat is wel knap als een act dat teweeg brengt. Of dat nou positief gevoel is of negatief. Oké, de jury is nog verdeeld, maar alles kan nog gebeuren. Dark Thrills, jullie mogen even bijkomen backstage. Give it up for Dark Thrills! Nee. Oh. Waarom? Waarom? Oh. Ja, raar, hè? Dat nu jammer, is het gewoon een messenwerp. Ja, dat was het. En is het niet omdat wij het al gewend zijn? Ook? Nee, maar het was gewoon heel weinig.